Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van Weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met de aanvoer van onstabiele en vrij koele lucht vanaf de Noordzee. En daardoor trekken er wolkenvelden en buien over het land, maar tussendoor zijn er ook brede opklaringen en dan kan de zon even schijnen. Zwaarste buien vanochtend in het zuidwesten en die trekken langzaam oostwaarts, dus vanmiddag meer buien in het binnenland en dan zien we aan zee ook wat vaker de zon doorbreken. Temperaturen. 18 à 19, lokaal misschien 20 graden. Dat is iets onder normaal voor deze tijd van het jaar. Vanavond klaart het geleidelijk op, verdwijnen de buien. En in de nacht wordt het dan koud in het binnenland. Met op een enkele plek een minimum van 5 graden. Terwijl het op de Waddeneilanden 15 graden blijft. Morgen overdag opnieuw een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Lijkt enigszins op vandaag. Temperaturen iets lager, 16 tot 18 graden. En de wind is aan zee, windkracht 5. Vrijdag verwachten we meer wolken, meer buien. En dan is de kans op onweer ook iets groter. Ook gaat het harder waaien. Later op de dag: windkracht 6 à 7. En ook in het weekend verwachten we wisselvallig weer. We houden eigenlijk min of meer hetzelfde weer, waarbij je geluk kunt hebben met zon en pech kunt hebben met veel buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplazen.nl